Drie Nijmegenaren zijn betrokken geraakt bij een lawine in de Franse Alpen. Het zou gaan om een student van de HAN, een student van de Radboud Universiteit en een alumnus. De drie personen waren op reis met studentenvereniging NSN toen ze dinsdag aan het eind van de middag bedolven raakten onder de lawine. Het eerste lichaam werd woensdagochtend gevonden, woensdagmiddag rond 4:30 werd het tweede lichaam ontdekt. Over de derde persoon was op dat moment nog niets bekend. Namens de Radboud Universiteit wil ik heel graag mijn oprechte medeleven uitspreken aan familie, naasten, vrienden, geliefden, ook de medestudenten van de drie studenten waarvan we nog niet eens weten wie het precies zijn. Het is hard aangekomen bij veel mensen hier. Gisteravond laat zijn wij gebeld door een van onze leden die momenteel mee is op vakantie. En de vakantie is georganiseerd door NSN zelf. En er zijn ongeveer 15 tot 20 van onze leden mee. Ons is verteld dat er drie van onze leden betrokken zijn bij een ongeval in de Alpen. Op dat moment was duidelijk dat een van de drie gevonden was en helaas ook overleden. Als rector magnificus van de universiteit ben ik vanmorgen geïnformeerd dat er een ernstig ongeval in de Franse Alpen heeft plaatsgevonden, waar Nijmeegse studenten bij betrokken zijn. Het enige wat we weten is via de medestudenten dat die drie, dat er één overleden is en twee vermist. En meer weten we gewoon niet. We wilden alle leden inlichten, andere verenigingen uit Nederland, ook navigators landelijk, en gewoon de site uit de lucht halen. We zijn betrokken geraakt met de universiteit, die hebben bericht. En daar was genoeg ook even op orde op zaken te stellen, dus dat hebben we ook gedaan. We hebben met studenten van de studentenvereniging Navigators heel goed contact. Wij hebben geen contact met de studenten daar. Dat heeft de studentenvereniging wel en het leek ons ook goed om dat zo te houden, want het is erg genoeg wat er met ze gebeurt. Voor ons is het een hele grote schok. Als vereniging verwacht je zoiets niet. We staan er nu heel erg stil bij. We zoeken troost bij elkaar en steun. Voor nu zijn we heel erg dankbaar voor al het medeleven, voor alle reacties van zowel de HAN, de universiteit, maar ook van alle andere navigatorverenigingen in het land en navigator landelijk. We zijn heel erg geschokt, we zijn verslagen en we hopen met z'n allen hier zo goed mogelijk weer uit te komen.